Het lijkt nog ver weg, maar het is het niet. De kustmarathon. Als je hem wil gaan hardlopen, dan moet je er nu echt wel een tijdje voor aan het trainen zijn. Omroep Zeeland gaat er dit jaar uitgebreid verslag van doen. Maar we doen meer. De komende 8 weken gaan we laten zien hoe ik mij voorbereid om de kustmarathon hardlopen tot een goed einde te brengen. En iedere week op deze Facebookpagina ook tips in de voorbereiding. Over voeding, schoeisel, hardloopschema's, noem maar op. Maar ik ben niet de enige Omroep Zeeland medewerker die hem gaat hardlopen. Mijn collega Sophie Willeboortse. Waarom? Ja, ik heb 2 jaar geleden meegedaan met de wandelmarathon. En toen dacht ik elke keer, ik vind het veel te langzaam gaan. Het was heel lang, 8 uur. En nu dacht ik, volgende editie ga ik hem hardlopen. Maar we kunnen jou ook volgen en zien de komende periode. Ja. Waar? Ja, op de Omroep Zeeland Instagram pagina. Daar ga ik elke donderdag een update plaatsen van mijn trainingsvorderingen. En hoe ga je dat dan filmen? Ja, met mijn mobiel natuurlijk. Die heb ik altijd bij als ik hardloop. Je weet maar nooit wat er onderweg gebeurt. Dus die neem ik straks bij het vloggen ook mee. En dan ga ik gewoon zo hardlopen en de omgeving een beetje filmen. Dus de komende tijd iedere donderdag op de Omroep Zeeland Instagram pagina alle avonturen van Sophie. En de komende tijd tot aan de kustmarathon ook iedere maandag op de Facebook pagina's van Omroep Zeeland en Lopen in Zeeland alle tips en adviezen die je nodig hebt. En dan gaan wij nog maar eens een rondje lopen denk ik, want er moet nog veel gebeuren voor oktober, hè? Ja, let's go!